Raadslid. Toch? Klopt. Dank u wel, voorzitter. De heer Velten. Onze fractie heeft van het Stadsmuseum Doetinchem vernomen dat de gemeente het contract met de kunstuitleen Doetinchem heeft opgezegd. Dit betreft een afspraak om per jaar 29 kunstwerken te lenen en deze te tonen in het stadhuis. De kunstuitleen Doetinchem loopt hierdoor per jaar €6.000 aan inkomsten mis. Dit is ongeveer 2/3 van hun omzet. Door het opzeggen van een contract staat de kunstuitleen op het randje van dichtgaan. Waardoor ook de BKR-kunstcollectie, eigendom van inwoners van Doetinchem, niet meer kan worden beheerd en getoond. Ook verdwijnt hierdoor een belangrijke pijler van het Stadsmuseum. Is het college hiervan op de hoogte? Bent u het met mijn fractie eens dat het niet de bedoeling is dat de kunstuitleen in Doetinchem haar deuren moet sluiten? Is het college bereid om gezien de gevolgen van deze verandering in gesprek te gaan met de kunstuitleen en het een en het ander te repareren? Dank u wel. Wethouder Langeveld. Dank u wel, voorzitter. Nog even in mijn rol als vervangend wethouder cultuur. Vanaf de volgende keer zit u hier in de goede handen. Excuus, wethouder Sluiter. Nee, maar. Naar aanleiding van uw vragen, is het college op de hoogte? Ja. Wat we niet in eerste instantie niet in beeld hadden, was dat de kunstuitleen zo zwaar leunde op het contract wat we met hun hadden. Zoals u weet is een aantal jaar geleden de kunstcollectie ook bij raadsbesluit van de gemeente ontzameld, zoals ze mooi heet. Een deel is naar het erfgoedcentrum gegaan en 200 werken gingen toen naar de kunstuitleen toe. Een deel daarvan is geschonken met de bedoeling om daarmee ook de kunstuitleen de mogelijkheid te bieden daar geld en inkomsten mee te realiseren. Naar aanleiding van het bericht van die mogelijke sluiting van de kunstuitleen hebben we gesproken met het Stadsmuseum en met het onderdeel kunstuitleen. Ook omdat we ook een wat langer gesprek zijn om te kijken van ja, moet kunstuitleen op die plek blijven? Kunnen we misschien samenwerken met web realiseren? Wat in ieder geval helder is op dit moment is dat binnen bestand aan de vrijwilligers, binnen de kunstuitleen, is inmiddels een nieuwe groep gevonden die aan de slag wil met de kunstuitleen. Dus die blijft gewoon doorgaan. Dus is geen sprake van die gesloten wordt. En een van de prioriteiten die zal zijn is om de afhankelijkheid van één afnemer, om die te verminderen door dus andere partijen erbij te betrekken, bedrijven, instellingen en dergelijke. Want wat we wel gezien hebben hiermee is dat afhankelijkheid van één grote afnemer is natuurlijk heel kwetsbaar voor zo'n organisatie. De gelegenheid aan de heer Veldkamp, aanvullende vragen. Voorzitter, we verschillen enigszins, denk ik, over verkregen informatie. Mijn informatie die ik gisteren heb ontvangen van het Stadsmuseum, is dat ze op het punt van dichtstaan staan. Echter, dat ze zich wel zullen inzetten om het overeind te houden, maar dat niks is gegarandeerd. Dus mijn vraag is, is die informatie die u heeft hetzelfde als de mijne? En ik ga voordat de wethouder antwoordt kijken of er nog bij andere fracties vragen zijn hierover. Dat is niet het geval, dan tot slot wethouder Langeveld. Het verschil is in ieder geval dat mijn informatie van vanmorgen dateert, maar dat komt ook naar aanleiding van uw vragen. Dus het zou kunnen dat daar een verschil in zit. We hebben geen garantie horen uitspreken, maar er zijn wel mensen bereid om het op te pakken en ermee weer verder aan de slag te gaan. En dat is wat mijn informatie is. Of garantie is dat zoiets lukt, dat is natuurlijk weer vers 2. Maar we zijn wel aan de slag nu ermee om te zorgen dat in ieder geval de afhankelijkheid, zoals die de afgelopen jaren is geweest, van één grote afnemer, om die in ieder geval niet op deze manier door te laten bestaan. Dank u wel. Dan, nee, er zijn geen andere mogelijkheden, tenzij u een motie of iets dergelijks dan zou willen.